Fiat Lux is een tentoonstelling die ik heb samengesteld in de BAVO en in de Vishal. En de aanleiding voor deze tentoonstelling was de crisis. 2008 begon die, hij kwam langzamerhand op gang. De banken begonnen om te vallen, maar aanvankelijk was het voor ons allemaal een beetje ja, ver van ons bedshow. Maar het kwam als het ware sluipenderwijs dichterbij. En op een gegeven moment raakte het ook, begon het de kunstwereld te raken. Niet alleen in financiële zin, maar ook inhoudelijk. Kunst als links hobby. Nou, dat was voor mij de aanleiding om daarover na te denken. Ik dacht van ja, maar ik voelde me als het ware gegezeld. Hè? Niet letterlijk, maar in figuurlijke zin. En vanuit die gezeling kwam ik op het idee om een vijfluik te maken. En zo'n vijfluik, ja, dat moet bij uitstek getoond worden in een kerk. En toen ben ik gaan denken van nou, dat moet ik dan in een kerk tonen. En toen zei iemand tegen mij van, ja, waarom ga je dat dan niet in de BAVO tonen? In Haarlem, prachtige grote kerk. En vanuit die associatie, vanuit die contacten, ben ik gaan bedenken om een combinatietentoonstelling te maken. In de BAVO en zowel in de Vishal. Waarbij ik meerdere kunstenaars bij elkaar breng die allemaal eigenlijk de crisis eigenlijk als uitgangspunt nemen. Dus niet de crisis verbeelden, maar crisis is het startpunt en van ja, wat komt daar vervolgens uit voort. Goed, het vijfluik heet de gezeling en ik verbeeld ook de gezeling in het werk. Maar de hoofdafbeelding heb ik naar de zijkanten gedrongen. Nou, normaal zit de afbeelding in een vijfluik zit in het midden, hè, vaak de kruisafname. Of het laatste oordeel en dan zit God in het midden en dan links en rechts verdwijnt men in de hel of gaat men naar de hemel toe. Nou, ik heb hier eigenlijk het midden leeg gelaten. Het is een leeg landschap. Je ziet wel, ja, als je goed kijkt, zie je wat kruizen. Hè. Zou dat verwijzen naar Golgotha, hè, de kruisiging. Maar in principe is het middendeel is leeg. Maar als je naar de zijkanten kijkt, dan zie je dat daar eigenlijk het tafereel zich plaatsvindt. Die zijn in een oorspronkelijke vijfluik zijn die vaak grijs. Omdat ze, als het vijfluik gesloten is, dat het gedeelte is wat getoond wordt. Die heb ik ook zo veel mogelijk grijzig gemaakt. Als je wat dichterbij komt bij het schilderij, zie je twee keer dezelfde figuur herhaald. En die wordt van weerszijden belaagd door een aantal mensen. En wordt als het ware gegezeld. In het midden in het schilderij, het midden van het vijfluik, heb ik een landschap verbeeld. Hè, die verbindt die vijf schilderijen als het ware met elkaar. Een soort opgaande zon zou dat kunnen betekenen. Dat wat komt er uit de crisis voort? Dit werk is ontstaan naar aanleiding van Srebrenica. Ik verbeeld hier de tragedie van Srebrenica, de tragedie van het Nederlandse leger en van wat er allemaal gebeurd is en de moord op de moslims. Als je goed kijkt naar het werk zie je schepjes en op die schepjes zijn soldaten verbeeld die aan het scheppen zijn en begraven ze de doden, begraven ze de waarheid, begraven ze het verdriet. Hè. Er zitten allerlei associaties in. Ik heb het verbeeld als een kerkelijk vaatwerk, hè, monstrans. Er zit goud en zilver in. En dat zilver verwijst naar de Srebrenica, dat betekent zilverstad in de oorspronkelijke taal van het land. En ik verbeeld hier het dal van Srebrenica. En daar heb ik een zilveren voet van gemaakt. En dat goud heb ik hierin in teruggebracht. Om ook de associatie te maken van het kerkelijk vaatwerk wat binnen de kerkelijke liturgie wordt gebruikt. En dat vond ik heel passend omdat binnen deze tentoonstelling hier in de BAVO zo te tonen.
Want toen ik met de voorbereiding van de tentoonstelling bezig was, heb ik natuurlijk gekeken naar waar ik het werk zou kunnen ophangen. En toen stonden hier twee vitrines. En toen dacht ik van, nou, het zou heel mooi zijn om daar iets in te tonen wat op dat kerkelijk vaatwerk lijkt, hè, de monstrans. En daarom heeft het deze vorm gekregen. Hier zien we een werk van Hiroshi Inanaga. Dat is een Japans kunstenaar, hij woont in Tokio. En dit werk is gemaakt voor Kunstvoort bij Vijfhuizen in 2007. En het heet A Beautiful World. En als je naar deze lichtbak kijkt, dan zie je de wereldkaart, hè, de globale, globaliserende wereld. Maar als je gaat inzoomen, dan zie je dat elke plaatsnaam in zijn eigen oorspronkelijke schrift is afgebeeld. En het werk gaat eigenlijk over we praten over de globaliserende wereld, hè, waar alles flitsend heen en weer gaat. Maar als je gaat inzoomen, zoom je in op het individu. Hè. Iedereen woont eigenlijk maar op één plek en op zijn eigen plekje. En onderneemt van daaruit. Het gaat er eigenlijk over dat enorme contrast tussen die overweldigende wereld en de hele super individuele van waar wij allemaal wonen en alle individuele verhalen die daar zich afspelen. Nu zullen we misschien afvragen van wat doet hij in deze tentoonstelling. Hè? De tentoonstelling neemt de crisis als startpunt. Inanaga toont in de tentoonstelling nog een aantal andere werken. En die heeft hij specifiek voor deze tentoonstelling gemaakt. En ik had hem gevraagd, omdat hij 2 jaar geleden de aardbeving was in Tokio. En wij hebben regelmatig contact. En ik vroeg hem eigenlijk van, nou, wil je van daaruit een aantal werken maken die iets over, voor jou, over die crisis vertellen. En hij is speciaal naar Nederland gekomen om de tentoonstelling voor te bereiden. En we hebben veel ook over gepraat en hij heeft veel over verteld wat in Tokio die aardbeving van 2 jaar geleden betekend heeft. En dat was echt een hele, hele zware aardbeving die Tokio echt een maand ontwricht heeft. En niet zomaar ontwricht heeft, maar er was geen voedsel en er was geen drinkwater in te verkrijgen. Natuurlijk ook vanwege de kernramp in Fukushima. En dat is onvoorstelbaar als je midden in zo'n miljoenenstad woont.